Oké, 3, 2, 1. Ja, welkom bij het Spoorcafé. Fijn dat je er weer bent. We hadden even een technisch probleempje, maar we zijn weer bij je terug. Nogmaals, we kijken er naar uit om samen met jou weer de spoorzone in te duiken en stap voor stap de toekomst van het gebied vorm te geven. In de afgelopen Spoorcafés hebben we het samen met jou gehad over de veranderingen rondom het station. Vanavond gaan we het hebben over de zuidkant. Maar voordat we dat gaan doen, neem je graag even mee naar het stationsplein. We zien het stationsplein al steeds mooier en groener worden. Studenten van het Zonnecollege hebben hier namelijk de bloemetjes buiten gezet. Als je hier rondkijkt, dan zie je eigenlijk dat we het plein aan het omtoveren zijn tot een gastvrije entree naar de stad. Er worden plantvakken aangelegd. Achter ons zijn ze nog een vijver aan het bouwen. We lopen op de stalling, die is al af. En straks wordt dit een prachtige wandelroute richting de historische stad. Zie je jezelf straks al zitten op de rand van de vijver in de zon? Ja, wat je hier niet ziet, maar wat wel heel belangrijk is, is dat hier onder kratten zijn. Die zorgen ervoor dat het water opgevangen wordt bij grote regenbuien. Dat is ook bij de vijver in de maak voor de grote eik die daar gaat komen. Wat we hier nog meer zien is dat het stationsplein en de stationsweg steeds groener wordt. Er worden plantvakken aangelegd. Daardoor krijgt alles ook veel meer vorm. Zo helpen we vandaag ook de studenten van het Zonnecollege, de ROVA, om de aanplant in orde te maken. Dit is een bijzondere kans voor onze school om gewoon mee te werken aan het station. Want dit wordt toch wel de entree van de stad. Nou, voor de rest is het gewoon heel belangrijk voor ons dat wij in de toekomst als school met duurzame bedrijven gaan werken. En dat de jongens daar misschien een steentje aan bij kunnen dragen. We staan hier bij een vak meerstammige boom. Er worden daar nog vaste planten en gras in aangeplant. En als het dadelijk vergroeid is, kun je hier over het stationsplein heen struinen. En een beetje beschut lopen. Dit is natuurlijk superleuk om te doen. Nou, ik vind het heel leuk, omdat ik de kans krijg om aan mijn eigen stad mee te werken. En mijn eigen stad ook mooier te maken en groener. Ja, als ik dan naar de stad toe loop bijvoorbeeld met iemand en ik loop hier langs en dat ik dan kan zeggen, ja, dit heb ik aangelegd. Dat is superleuk natuurlijk. Vandaag zetten we de volgende stap naar het groenste station van Nederland. Ja, mooi om te zien dat de studenten van het Zonnecollege zo betrokken zijn bij hun stad en bij de spoorzone. Vanavond gaan we het hebben over de andere kant van het station. In de studio zijn onder andere Chantal, Huub en Judith, met wie ik later in gesprek ga over de plannen voor de gebieden van NS aan de zuidkant van het station. Dat deel ligt nu voor een groot gedeelte achter hekken, maar wordt uiteindelijk een plek voor iedereen. Om te wonen, om te leren, om te werken en om te beleven. Straks ga ik eerst praten met Pien van de douche over de gehele spoorzone. Zij is van de gemeente Zwolle. We hopen dat je vanavond weer volop met ons meepraat. We zijn namelijk erg benieuwd naar jouw ideeën en input. Je kan vanavond meepraten op twee manieren. Via het WhatsApp-nummer dat nu in beeld verschijnt. Jawel. En je kan ook reageren op de livestream van Facebook. Jouw vraag is dan voor iedereen zichtbaar. En dan ga ik nu even naar Martin. Martin, leg uit, hoe werkt dat appen precies? Ja, dat is heel simpel, want je voegt dat nummer wat continu ook onder in de ticker verschijnt. Dat voeg je toe aan de contacten in je telefoon. Je gaat naar WhatsApp, zoek dat nummer op en stel je vraag dan. Die vraag die krijg ik binnen op dat kleine schermpje wat hier voor me staat. En die stel ik dan weer aan de experts die aan tafel zitten. Dus dat gaat heel simpel. Ja, dankjewel Martin. Dus het nummer even toevoegen en dan WhatsAppen of via de Facebook chat. Wij hopen van harte dat je vanavond alle vragen die je hebt stelt of jouw ideeën en tips met ons deelt. Het vorige Spoorcafé in april stond helemaal in het teken van de eerste schetsontwerpen van de passerelle, de loopbrug.
Heb je hem gemist? Dat is geen probleem. Je kan de uitzending nog gewoon terugkijken. En als je vragen hebt en opmerkingen, dan kun je dat ook nog insturen. In het vorige Spoorcafé hebben we gehoord over de globale ideeën voor het ontwerp van de brug en waarom deze brug nodig is. Spoorzone en de binnenstad, maar ook een brug naar de toekomst. Want het gebied aan de zuidkant van het station gaat veranderen. Je hoort vanavond meer over deze toekomstplannen voor het gehele gebied. En we zoomen in op de ideeën voor de oude NS-loodsen en het gebied eromheen. Aan tafel zit Pien van der Does van de gemeente Zwolle. Zij is een lange tijd al betrokken bij de ontwikkelingen in de spoorzone. En ze heeft hier in de afgelopen jaren ook regelmatig het Spoorcafé bezocht. Welkom Pien, voor jou de eerste keer in dit online Spoorcafé. Hoe is dat eigenlijk? Nou, best wel spannend. Ik mis het Spoorcafé zoals we dat hadden voor die tijd ook echt wel. Want dan zie je mensen, je spreekt ze tussendoor. Dat levert altijd weer nieuwe ideeën en input op. Maar het is wel heel mooi dat het nu zo kan. En ik heb begrepen dat we ook opeens nu heel veel nieuwe mensen bereiken. Mensen die we eerder niet in het Spoorcafé hebben. En dat is er weer heel mooi aan. Dus ik kan me voorstellen dat we straks in een soort mix blijven doorgaan. Ja, het leuke is ook, van er kijken mensen uit allerlei leeftijdscategorieën. We kijken ook jonge mensen, wat oudere mensen. Dus dat is super tof. We bereiken behoorlijk wat publiek. Jij werkt dus bij de gemeente Zwolle. En de gemeente Zwolle werkt natuurlijk aan de toekomst van de spoorzone. Maar dat doe je niet alleen. Je werkt nauw samen met heel veel anderen. Kun je daar wat meer over vertellen? Echt heel veel anderen. Het is ook natuurlijk een heel groot gebied. Dus daar wonen mensen, daar werken mensen, daar gaan mensen naar school. Die hebben we er allemaal bij betrokken. Maar ook allerlei dingen die in de toekomst gaan komen. Als wat meer cultuur. En er zijn natuurlijk eigenaren, projectontwikkelaars, woningbouwcorporatie. Dus dit soort plannen maak je met z'n allen met heel veel mensen. Ja. Vanavond gaan we dus hebben over de toekomstplannen voor de spoorzone. En dan hebben we het over de 100 hectare aan de zuidzijde van het station. Maar voordat we helemaal in die toekomstplannen gaan duiken, wil ik graag even terug naar het begin. Hoe is het idee ontstaan om juist met dit gebied aan de slag te gaan? Het begon eigenlijk denk ik bij het station zelf. ProRail wou de tunnel verbreden, dat gaf kansen. En je kan het je bijna niet meer voorstellen als je nu op het stationsplein kijkt. Maar dat was natuurlijk wel een enorme drukte. Met gevaar voor eigen leven moest je bij de bussen zien te komen of oversteken naar het centrum. Dus de groei van het station en de drukte eromheen was de aanleiding om met het stationsgebied te gaan beginnen. Ja, we hadden het daar in het vorige Spoorcafé hebben we het daar ook over gehad. Ik moet zeggen, de schetsontwerpen die vond ik al heel erg vet. Is er inmiddels al van iets van die ontwerpen al uitgevoerd eigenlijk? Nou, we hebben natuurlijk heel veel gedaan. Om te beginnen hebben we de busbrug aangelegd, zodat de bussen naar de zuidkant van het station konden. Daar hebben we een heel nieuw busperron aangelegd. Ook wat tijdelijke voorzieningen voor autoparkeren, fietsparkeren. En toen dat gebeurd was, konden we aan de noordkant, aan de stadskant beginnen. Nou, daar zie je nu de fietsenstalling. Daar zijn we natuurlijk super trots op. Hè. Dat is echt wel de mooiste van Nederland natuurlijk. Misschien nog wel verder buiten. En daarnaast zijn we een prachtig plein, zoals jullie net op het filmpje hebben kunnen zien, aan het aanleggen. En nu zijn we bezig met de passerelle en de Oosterlaan-Westerlaan. Ja, de loop van alles loopt ook allemaal tegelijkertijd. Maar heb je dan niet zoiets van, ik zie door de bomen het bos niet meer? Nou, soms wel. Maar gelukkig werken we er met al die partners waar we het net over hadden. Maar ook met heel veel collega's aan. Maar er gebeurt heel veel tegelijk. Maar dat maakt het gebied ook zo leuk. Ja kortom, veel belangrijke ingrediënten om nog eens goed over deze plek verder na te gaan denken, lijkt me. Ja, en dan weet je, zo'n station moet op zichzelf natuurlijk heel goed functioneren. Maar het is ook een hele belangrijke aanjager voor die gebiedsontwikkeling aan die zuidkant. De loodsen van de NS, waar we heel graag willen dat er allerlei andere activiteiten gaan komen. We gaan woningen toevoegen. En het stenige gebied, wat het nu toch een beetje is, moet natuurlijk veranderen in een gebied waar je fijn kan lopen, spelen, sporten, verblijven, veel groen. Oftewel, we gaan een heel nieuw stuk stad maken. Ja. Een compleet nieuwe stad. Ik ben ook heel benieuwd hoe dat er straks uit gaat zien. Hoe dat gaat zijn om daar rond te lopen. We hebben ook nog wat beelden volgens mij, als het goed is. En Pien, kun jij daar nog wat meer over vertellen? Zijn er beelden? Ja,
Ja, er zijn beelden. Dit was de vorige plannen. Ja, ja, dit is een van de spoorcafés, ja, toen we nog gewoon fysiek in hands bij elkaar konden komen. Plannen maak je namelijk van grof naar fijn. Dus je begint met de globaal, de uitgangspunten. En dat hebben we elke keer, hebben we dat steeds met alle mensen uit de spoorzone willen doen. Ja. Dus hier zie je voorbeelden van het spoorcafé, waar mensen aandachtspunten meegaven over wonen, over onderwijs, over groen. Die hebben we geprobeerd zo goed mogelijk mee te nemen en die hebben uiteindelijk geleid tot een ontwikkelkader. Nou, je ziet dat er altijd levendige discussies waren. Dat is wat ik dan nu een beetje mis, maar wie weet zo via de chat. En uiteindelijk heeft dat geleid tot een ontwikkelkader wat is vastgesteld door de Raad eind vorig jaar. En dat ontwikkelkader, er staat heel wat in. Kun jij ons dus meenemen door de hoofdlijnen daarvan? Ja, het ontwikkelkader dat geeft de hoofdlijnen aan om dat nieuwe stuk stad te maken waar ik het net over had. Ja. Dus dat gaat over de loodsen waar we graag willen dat er overheden, onderwijs, bedrijven daar samen gaan werken aan allerlei nieuwe innovaties. Van belang ook voor de regio, niet alleen voor Zwolle. En je ziet het nu al gebeuren bij Perondo 38. Sommige mensen kennen dat misschien, sommige mensen niet. Maar daar gebeuren de meest wonderlijke dingen al op ICT-gebied samen met studenten en bedrijven. En dat willen we uitbreiden, ook met de creatieve industrie. Verder willen we zo'n 3.000 tot 4.000 woningen gaan bouwen. Dat is natuurlijk ook wel een hele forse opgave die daar nog bij komt. Ik zie hier alvast wat schetsen. Zou je dat kunnen toelichten? Dit zijn de schetsen van hoe woningen eruit zouden kunnen zien. En hier zie je, ik wil weer in het gebied zometeen echt vooral die voetgangers en die fietsers de ruimte geven. Autoluw, niet ja, autovrij autoluw. Dat zie je hier al wat vormgegeven. En we willen ook, weet je, het wordt echt een centrumgebied. Dat betekent een hoge dichtheid van wonen. Het betekent ook wat hoger dan we hier en daar gewend zijn in Zwolle. Maar met mooie architectuur en veel groen ook in de gevels en op de daken, denken wij dat je er toch een heel prettig gebied van kan maken. Zeker, als het goed is hebben we nog wat beelden van schetsen. Of was dit het? Nee, kijk, er is meer. Dit is al wat duidelijker ook, hè? Ook een deel, je ziet hier een deel van de busbrug, hè, die kan je straks ook natuurlijk prachtig gebruiken om, ja, ook voor een deel te sporten. Ja. Hè, die urban sport buiten, je wil kunnen wandelen, verblijven. En die loodsen gaan natuurlijk een hele nieuwe invulling krijgen. Ja. Ja. Hier zie je de loodsen, hè, zoals die straks hopelijk kunnen zijn met onderwijs erin, cultuur, bedrijven. En dan, ja, weet je, aangevuld met mooie pleintjes ertussen. Maar daar kan de NS straks veel meer van vertellen. Nou, hier krijg je wel een beetje indruk dat het stedelijk wordt, hè? Ja, dat, ja, met er gaat veel groen ook. Er gaat toch veel gebouwd worden, maar toch ook heel veel groen toegevoegd worden. Ja. Dit is niet in Zwolle, volgens mij. Nee, volgens mij ook niet. In zo'n ontwikkelkader en die plannen werk je ook altijd veel met wat we referentiebeelden, ja, noemen. Zodat je een idee van de sfeer krijgt die we willen gaan toevoegen. Maar dan zijn het vaak foto's uit andere steden. En dat is ook wel een beetje de sfeer die... Ja, mooi. Dan ben ik eigenlijk ook heel erg benieuwd of wij al wat vragen binnen hebben van de kijkers thuis. Martin, vertel, zijn er al vragen binnengekomen? Die spoorzone moet een mixvorm worden van allerlei vormen, wonen, werken, maar vroeger was het eigenlijk alleen maar industrie. Er moet daaruit gehoord worden, maar willen die bedrijven er wel aan? Nou, kijk, het leuke is dat Perondo 38 is er eigenlijk niet dankzij, maar misschien zelfs al een beetje ondanks ons gekomen en gestart. Dus er zit heel veel kracht gewoon bij die bedrijven en die onderwijsinstellingen. Die elkaar daar weten te vinden en bereid zijn om te investeren. Omdat die ook het belang zien om jonge mensen te binden aan onze regio. Maar wij hebben samen met de regio ook middelen beschikbaar gesteld. Zodat een groep mensen met elkaar die bedrijven en die instellingen wel kan stimuleren, kan verbinden, op weg kan helpen. En dat noemen we het economisch-cultureel onderwijsteam. Ja. Heb je daar ook echt een
middelen voor als gemeente om dat te stimuleren? Ja, dat is nooit genoeg natuurlijk. Hè. Maar er zijn inderdaad een aantal tonnen ingezet, ook mede vanuit de regio en vanuit de gemeente. Om in ieder geval een start te maken, om bedrijven met elkaar te verbinden. En, weet je, we praten ook met Cibab en Artes en Fundatie en... Er is best heel veel belangstelling voor. En als het helemaal een beetje loopt, hè, dan is het net een soort zwaankleef aan. Ja, ja. Dan krijgen steeds meer mensen interesse in dit gebied, ook om er te willen in te investeren. Een andere vraag, die kregen we eigenlijk de voorgaande spoorzorgers ook wel, is van waarom zijn die schetsen allemaal zo vaag? Waarom het lijkt bijna bewust een hele vage tekening. Het zijn geen echte plannen. Nee. Dus dat is ook heel bewust inderdaad, want het zijn ook nog geen echte plannen. Dus zo'n ontwikkelkader wil je de kaders aangeven die je belangrijk vindt, zometeen in de verdere plannenmakerij. En dus er moet nog echt ontworpen worden. En dat willen we ook weer samen met de inwoners doen. Dus die tekeningen zijn misschien wel een beetje bewust zo vaag, omdat ze een indruk willen geven. En juist niet de indruk willen wekken dat die plannen al helemaal kant-en-klaar zijn, want dat zijn ze niet. Dus dat het er uiteindelijk heel anders uit kan gaan zien als dat er hier gezet wordt. Tot zover Nu even de vraag. Ja, als het goed is komt er nu een beeld te zien van de deelgebieden. En Pien, aan jou de vraag, kun je daar wat meer over vertellen? Ja, zoals we eerder al zeiden, het is een heel groot gebied. Hè? Het is wat je hier ziet is 100 hectare bij elkaar. Dat is niet allemaal leeg, want er staat natuurlijk ook al heel veel aan huizen en kantoren en bedrijven. Maar als je daar wil ontwikkelen, dan moet je het opknippen. Dan kan je niet alles met alles doen. Dus dat is wat we hier gedaan hebben. Ook omdat die deelgebieden verschillende sferen krijgen. In de Lurelui zal het heel veel over wonen gaan. In de werkplaatsen zal het heel veel gaan. Daar staan die oude loodsen, dus daar zal het heel veel om die bedrijvigheid gaan. District Z, daar ligt het station zelf in. Dus daar krijg je ook weer veel voorzieningen die gericht zijn op een goed functionerend station. Hansehoven, Hansehoven wonen. Dat laten we natuurlijk vooral als het is. En Hans Kwartier is een mooie mix daarin tussen werken en wonen. Ja, een mooie mix. Verschillende accenten ook op de deelgebieden. Wat vraagt dat van de samenwerking? Dat vraagt, weet je, als je zo'n deelgebied zit, daar zitten dus heel veel eigenaren, maar ook heel veel gebruikers, belanghebbenden. En we hebben die eigenaren gevraagd om in zo'n deelgebied met elkaar, samen met de bewoners en gebruikers, om daar plannen voor te maken. Want je kan niet altijd, weet je, er moet enige samenhang in zitten. Dus, en daar hebben zich dus coalities gevormd van ontwikkelaars, eigenaren, woningbouwcorporaties, onderwijsinstellingen, die met elkaar nu die plannen aan het uitwerken zijn voor zo'n deelgebied. En wat is nu de volgende stap? De volgende stap is dat die coalities die plannen verder gaan uitwerken voor een deelgebied. En eerst ook die gaan weer van grof naar fijn werken. Dus eerst wat meer uitgangspunten en dan krijg je steeds concretere plannen, tot er uiteindelijk hele concrete bouwplannen worden gemaakt. Ja, en we hadden het net al even over dat de schetsen natuurlijk nog een beetje vaag zijn, maar dat biedt zoveel mogelijkheden ook nog voor inwoners van Zwolle om input te geven. Zeker. Dus we vragen ook voor jullie, zit je met vragen, heb je opmerkingen, stuur het naar ons. En dan behandelen wij dat weer hier. Martin, waar ben je? Ik heb je nodig. Er nog vragen voor Pien? Excuus, ik moest even door het beeld lopen. Ik heb eigenlijk vooral vragen voor de stedenbouwkundige. Dus voor Pien niet zozeer meer. En voor de mensen van de NS die dadelijk nog uitgebreid aan woord komen. We gaan nu over naar het volgende onderwerp. De plannen die de NS heeft voor de gebieden bij de uitgang van het station aan de zuidkant en rondom de oude werkplaatsen. Hierover zien we een video. Ik ben Chantal Snellingberg van NS Stations. Ik sta hier aan de zuidzijde van station Stollen. Hier komt straks een woon- en werkgebied waar de gemeente samen met de NS een plan voor heeft gemaakt. Het plan bestaat uit 3 deelgebieden. Ik sta nu in deelgebied District Z. District Z wordt straks een echte stationsomgeving. Je kan hier straks eten, drinken, wonen, werken, je deelauto ophalen. En dat alles in een hele groene setting. Er komt een nieuwe stationsentree en een heel groot groen gebouw aan de zijkant. Waardoor dit straks het groenste stationsgebied van Nederland gaat worden. Ik ben Peter Sluis. Ik ben projectleider bij de gemeente Zwolle.
En verantwoordelijk om samen met de NS hier plannen te maken voor het gebied Hanzeland en het bedrijventerrein wat hier ligt. Vorig jaar hebben we als gemeente het ontwikkelkader vastgesteld in de gemeenteraad. En nu zijn we aan het onderzoeken hoe we daar weer de juiste invulling aan kunnen geven. En een van de plekken van NS die daar heel belangrijk in is, is hier het bedrijventerrein. Waar je daar de hallen ziet van Wachile en ook nog andere bedrijven natuurlijk. Nou, dit bedrijventerrein gaat open, straks is de bedoeling. Als we het allemaal de goede plannen vinden uiteraard. En de bedoeling is dat er dan een innovatiedistrict ontstaat. En een innovatiedistrict klinkt in de bedrijven. Gaat over cultuur, gaat over onderwijs. En dat moet een heel nieuw stuk stad van Zwolle gaan worden. En daar zijn we druk mee op dit moment. Dit is het deelgebied Lurelui. Hier zal straks met name gewoond gaan worden. Achter mij zie je het Kattengat, waar nu al in een bijzondere manier gewoond wordt. Straks zal er ook in onze plannen ruimte zijn om op een bijzondere manier te gaan wonen. Ja, aan tafel zitten Chantal Snellingberg, projectleider bij de NS, en Huub Kloosterman. Huub is adviseur in stedelijke ontwikkelingen. Welkom beiden. Chantal, kun je ons kort even meenemen in waarom de NS de gebieden die net in het filmpje voorbij kwamen gaat veranderen? Ja, zeker. Dat wil ik doen. Het gebied is nu eigenlijk een extensief gebruikt bedrijventerrein, dus er komen niet heel erg veel mensen. Maar het ligt wel heel dicht bij het station. Dus eigenlijk zijn dat de plekken waarvan je ziet dat daar dat dat bij uitstek de plekken zijn waar je functies kan gaan toevoegen die veel mensen trekken. En je ziet daar veel verdichting op plaatsvinden. Dus dat is hier een hele goede plek om dat te doen. En daarnaast is het ook zo dat de bedrijven die er nu zitten plannen hadden om te gaan verhuizen. Dus dat is ook een mooi momentum om eigenlijk ook samen met de gemeente dan de plannen voor de toekomst voor dit gebied te gaan maken. En dat hebben we gedaan door middel van de nota van uitgangspunten die nu in concept voor ligt. Nota van uitgangspunten, waarin de plannen en ideeën dus voor het gebied worden opgeschreven. Kun je daar wat meer over vertellen nog? Ja, nota van uitgangspunten is eigenlijk een uitwerking van het ontwikkelkader wat Pien net heeft toegelicht. En het ontwikkelkader gaat over de gehele spoorzone en dit gaat over een deelgebied, of een aantal deelgebieden. Dus de gebieden waar NS met name dan ook eigenaar van is. Dat is een nadere uitwerking die ook weer kaders biedt voor straks, voor de plannen. Bijvoorbeeld zoals het bestemmingsplan, wat er nog moet gaan doen. Maar ook om marktpartijen te gaan selecteren die de plannen ook echt gaan realiseren. Dus het eigenlijk weer een tussenstap naar het eind. En hoe staat het nu met deze tussenstap? Wat is de status van deze plannen at the moment? Ja, dat is dus nog een conceptversie. Dus hierna, vanavond hebben we natuurlijk willen we het plan wat breder aan iedereen vertellen waar we staan. En hopen we ook nog wat reacties breed vanuit Zwolle te krijgen. Daarna moet het plan naar het college en moet eigenlijk nog worden vastgesteld in de gemeenteraad. Ja, dus mensen mogen er ook nog wat van vinden. En stuur dus vooral ook nog je vragen in. Wij krijgen alles binnen hier in de studio. En dan komt het bij Martin terecht. En die gooit het hier in de groep, om het maar zo te noemen. We zien hier op het scherm een kaartje. Om deze gebieden gaat het dus concreet. We zagen hem net ook al even voorbij komen. Huub, kun jij daar kort iets over vertellen? We zagen net een beeld van de deelgebieden. Wij hebben ons bezig gehouden met drie deelgebieden. District Z, dat is het gebied bij het station. Dus dat wordt ook echt een stationsgebied, is daarvan de bedoeling. Het tweede deelgebied is de werkplaatsen. De werkplaatsen, daar is natuurlijk al heel veel over gezegd. Maar dat is echt het historische hart. Hè. Dus daar word je ook, dat is ook de sfeermaker misschien wel van het hele spoorzone. Een plek waar heel veel historie ligt vanuit de NS. Hè. Dus vroeger was dat de centrale werkplaats waar locomotieven en treinstellen werden onderhouden. Dat was voor de oorlog. Na de oorlog natuurlijk Stork en Wartsila die daar gevestigd zijn. Dus daar ligt een hele historie van de stad. En het derde gebied, Lurelui, dat is nu nogal een groen gebied, wat we net op het filmpje ook zagen. Voor ons is het eigenlijk
ja, hoe we daarnaar gekeken hebben als team om die plannen te kunnen gaan maken, is ook van, ja, wat is dit toch voor een bijzondere plek eigenlijk in deze stad? En als je naar drie dingen kijkt waarom dat zo bijzonder is. In eerste plaats de locatie zelf. Eigenlijk, waar tref je in Nederland, dat meen ik echt serieus hoor, waar tref je in Nederland op zo'n mooie plek bij een station, op een steenworp afstand van de binnenstad, nog zoveel ruimte om nieuwe dingen te kunnen doen? He, dus dat is echt een stedelijke plek waar je bijzondere dingen van kan doen. En daarnaast natuurlijk die werkplaatsen, wat zoveel karakter geeft, zoveel historie ook in zich heeft om iets nieuws te maken. Ik noem dat altijd een cadeau voor de stad. Dus echt een cadeau wat wij nu met die noten van uitgangspunten aan het uitpakken zijn met z'n allen. En daar willen we vandaag ook een begin mee maken om daar samen met mensen dat cadeautje uit te gaan pakken. Mooi, het cadeautje uitpakken. Dus de gebieden hebben elk hun eigen geschiedenis. En op dit moment zijn er veel delen, zoals de oude werkplaatsen, die zijn nu niet toegankelijk. Ondertussen is aan tafel aangeschoven Judith de Koster. Zij is stedenbouwkundige, werkt ook mee aan de nota van uitgangspunten. Welkom Judith ook. Dankjewel. We hadden het net over dat bepaalde delen nu niet toegankelijk zijn. Is dat dan ook een reden om de plannen daarvoor ook een andere invulling te geven? Het klopt dat de delen niet toegankelijk zijn. Maar de echte reden is natuurlijk wat Chantal en Pien net ook al uitlegden. Hè. Het gebied ligt heel centraal in de stad. En de functie die erin zit, dus al die bedrijven, dat is eigenlijk niet meer passend voor zo'n plek in de stad. En daarom willen we daar het stationsgebied gaan verdichten en een uniek stukje stad maken. Waarbij dat gebied dus toegankelijk wordt gemaakt voor alle Zwollenaren. En om dat ook beter aan te laten sluiten op de stad, komt dus bijvoorbeeld ook die passerelder, waar het de vorige keer natuurlijk de hele tijd over ging. En ook in de bocht van het spoor, dus richting van de Hallen, zeg maar, richting de Veerallee, komt er een nieuwe fiets- en voetgangerstunnel. Dus op die manier wordt ook dit gebied helemaal goed aangesloten op de stad en toegankelijk gemaakt dus voor de stad. Het is echt een heel groot gebied. We zagen het net al op het kaartje. Verschillende facetten kwamen al aan bod. Hoe pak je dat nou aan met al die ideeën voor dat grote gebied? Ja, het is veel. Het is groot en het moet over alles gaan eigenlijk. Hè. Dus we hebben echt een integraal plan gemaakt. Dat betekent dat je wil dat alles samenhang met elkaar heeft en dat alles elkaar ook echt versterkt. Om een voorbeeldje te geven, bijvoorbeeld de woningtypes die er komen, moeten dan ook woningtypes zijn die passen bij de doelgroep die bijvoorbeeld weinig autobezit heeft. Dus dat al die dingen met elkaar kloppen, daar hebben we naar gekeken. En dan heb je natuurlijk die deelgebieden waar we net, die hebben we al een paar keer genoemd. We hebben gekeken hoe kunnen we al die deelgebieden het best tot hun recht laten komen. En aan de hand van een aantal thema's hebben we verder die plannen uitgewerkt. Welke thema's zijn dat? Ja, dat zijn als eerste eigenlijk willen we een stedelijke hotspot maken. Hè. Dat gaat eigenlijk vooral over de gebouwen en de functies die daar in die gebouwen zijn en hoe je elkaar daar kan ontmoeten. Maar ook hoe je elkaar in de buitenruimte kan ontmoeten. Dus wat voor plekken ga je daar allemaal maken? En als tweede hebben we het thema gezonde leefomgeving. Dus we willen graag een groen, dat is ook al genoemd, hè, maar een groen gebied maken. Wat echt goed ingericht is voor voetgangers en voor fietsers. En waar je dus een gezonde stad eigenlijk kan maken. En dan hebben we nog drie thema's die ik zou eigenlijk een beetje kunnen bundelen. Dat zijn verwonderen, innoveren en communities. En dat gaat over dat je een gebied gaat maken wat verrassend is en wat spannend is. En dat gaat dus eigenlijk ook over van wat ga je daar dan straks beleven? Wat is daar te doen? Welke reuring is er op die plek? Dat samen zijn eigenlijk de thema's waar we alle plannen aan opgehangen hebben. En dan wat ook altijd belangrijk is in gebiedsontwikkeling is de mobiliteit. Dus dat is ook nog wel een belangrijk thema. Okay, we gaan nu per thema de ideeën voor de gebieden bespreken. Per thema hebben we een kort filmpje om het verder toe te lichten. We starten nu met de eerste video over de gebouwen en wat daar straks in komt. We zijn hier in de hallen van Wartsilee, Stork vroeger. En je ziet hier de oude industrie, scheepsmotoren die plaats gaat maken voor innovatie, nieuwe bedrijven, kleine bedrijven. Maar ook voor onderwijs.
En het wordt dus uiteindelijk een plek waar niet alleen Zwolle, maar de hele regio baat bij heeft. Waar innovatie kan plaatsvinden, vernieuwing, waar onderwijs en werk samenkomen. En het gaat om een enorme oppervlakte. Deze hallen zijn alleen al 3000 vierkante meter groot. En dan praat ik over één hal. De NS zou heel graag ook nog weer vloeren hierin gaan brengen, zodat je nog meer meters krijgt en er echt een bruisende plek kan ontstaan waar werk, onderwijs en cultuur en ook natuurlijk recreatie, horeca en dat soort dingen samen kunnen komen. En nou ja, kijk maar eens rond. Hier de kranen en de oude dingen van de gebouwen, die wil men zoveel mogelijk behouden. Dat is natuurlijk super, want dat geeft een sfeer die we nergens anders in Zwolle hebben. Ja, we zagen in het filmpje de Wärtsilä hallen met opslag voor onderdelen en de testlocatie van de scheepsmotoren. En ik heb een vraag voor jou, Huub. Nu komen er vooral dus mensen naar de hallen die daar bijvoorbeeld aan het werk zijn. Maar ik denk dat er best wel veel Zwollenaren zijn die hier dus nog nooit geweest zijn. Wat gaan mensen hier doen als we kijken naar de plannen die op tafel liggen? Ja, nou, het wordt in ieder geval compleet anders. Hè. Wat Peter net liet zien in het filmpje is natuurlijk waanzinnig, ook qua omvang. En we hebben ook echt bedacht om al die hallen en bedrijfsgebouwen te bewaren, te behouden en wel nieuwe functies te gaan geven. Hè. Dus we hebben dat thema van de stedelijke hotspot. Dat betekent ook, hotspot betekent dat ook dat je echt dingen samen wil laten brengen. Dus er komen veel functies, een mix van functies. En dan moet je denken aan andere vormen van werken, innovatieve vormen van werken. Dan moet je denken aan onderwijs, denk ook aan culturele voorzieningen, horeca, ook een stukje wonen bij de werkplaatsen. In de omgeving wordt natuurlijk straks veel gewoond. Dus in die zin krijg je daar een hele andere omgeving. En wat heel belangrijk voor ons is geweest, als je wil dat ook een echte mix gaat ontstaan en dat er dingen ook gaan samenwerken, dat gaan we ook letterlijk doen. Dus we gaan ook letterlijk aan de nieuwe organisaties die daar komen vragen om ruimtes met elkaar te gaan delen. He, dus dat kan een gedeelde café zijn of dat kan een plek zijn waar je gezamenlijk workshops kan gaan houden. En dat noemen we crossovers. En dat de manier van werken om dat samen te doen, dat crossover, dat doen we niet alleen in die werkplaats. Dat gaat ook echt in het hele plangebied terugkomen. En dat delen, dat zorgt denk ik ook voor een stroming aan creativiteit, lijkt me. Ja, dat is ook echt de bedoeling. En dat ga je straks ook terugvinden in de innovatieve vormen van werken. Dus innovatie is voor ons echt een sleutelwoord. Het moet hier ook het innovatiedistrict van Zwolle worden. Ik denk dat die term al wel vaker is gekomen. Betekent dat we ook een keuze maken dat we gaan focussen op twee typen bedrijvigheid die daar gaat komen. Bedrijvigheid rondom die slimme maakindustrie. Dat wil zeggen, zeg maakbedrijven in de technologie. Perron 38 werd net ook al genoemd. Dat soort type bedrijven. Daar ook koppelen onderwijs en kenniscentra. En de andere type omgeving is creatieve industrie samen met cultuur. En daar ook weer onderwijs, hè, dus cultuur of kunstonderwijs een plek geven. En daar ook culturele voorzieningen. Hè. Dus ik denk aan een kunstmuseum, denk aan evenementen die er in de buurt van kunstenaars kunnen zitten. Ja, dus wat dat betreft echt innovatie en creativiteit. En ook wonen, want ik heb begrepen dat er ook appartementen komen. Zeker, ja. En de bedoeling is dat het een stedelijk woongebied gaat worden. Er is in Zwolle ook veel behoefte aan woonruimte. En met name om de bepaalde doelgroepen die ook stedelijk willen wonen. Denk aan jongeren, denk aan starters, studenten, maar ook aan ouderen, senioren die juist echt stedelijk willen wonen. Dus ook echt mengvormen. Dus ik zou er bijvoorbeeld ook kunnen wonen. Zeker. Ja. Ja, jij zou er zeker kunnen wonen. Nou, dus volgens mij leuk. Prima dit doelgroep. Ja, top. Ja. Iemand die er ook zou kunnen wonen is natuurlijk onze Martin. Martin, zijn er nog vragen binnengekomen uit de chat? Ja, er komen heel veel vragen binnen. En specifiek ook voor die stedenbouwkundigen. De eerste vraag die we binnenkregen, die gaat eigenlijk weer over de andere kant van het station. Hoe zit het met die gebouwen aan de Westerlaan? Passen die allemaal nog wel in al deze plannen? Want we zijn nu... het plein is opgeknapt. En de zuidkant gaan we heel hard mee bezig. Maar hoe zit het met die plannen van de Westerlaan, de gebouwen?
Goeie vraag, denk ik. Ik denk dat dat valt buiten ons plangebied. Hè. Dus de nota van uitgangspunten heeft met name over deze kant. Maar de passerelle verbindt ons met de noordzijde. En ook aan die kant van de Westerlaan de ontwikkeling die daar plaatsvinden. Wellicht dat daar ook onderwijsvoorzieningen gaan komen. Die zullen nadrukkelijk ook in combinatie staan met ons plangebied. Judith, kun jij daar misschien nog wat meer over zeggen? Als stedenbouwkundige, van, moet zo'n gebied ook meegenomen worden in die totale plannen? Zeker, ja, daar moeten ook. Dat zit nu niet in onze nota van uitgangspunten. Nee, nee. Maar zoals Huub al zei, maar ook dat gebied aan die Westerlaan zal meegaan doen in die transformatie van de spoorzone. Ja, ja. Ja, dan een opmerking van Bastiaan. Bastiaan die zegt van die hoogstedelijke bouw, die vind ik eigenlijk wel heel erg leuk. Dus daar heb je dan al de eerste te pakken die daar graag zou willen wonen. Dus dat is al mooi inderdaad. Je hebt al een buurman, Vincent. jullie gaan hoge woningdichtheid combineren met veel groen. Dat werd net genoemd. Maar hoe ga je dat dan doen? Want het is een heel compact gebied. En kun je dan toch en veel woningen en veel groen realiseren? Ja, dat is precies inderdaad wat we gaan doen. En dat kunnen we ook doen omdat we het gebied is nu heel erg versteend. Het is heel erg op de auto ingericht. Dus een bedrijventerrein waar auto's moeten kunnen parkeren en auto's moeten kunnen komen. En straks gaan we het gebied heel erg goed inrichten voor voetgangers en fietsers. En dan hou je ook eigenlijk meer ruimte over om het gebied echt groen in te richten. En om er een aangename verblijfsplek van te maken. Dus ja. Dat is de manier waarop we dat groen ook toe kunnen gaan voegen in zo'n gebied. En naast het groen in de openbare ruimte gaan we ook nog groen toevoegen op de gebouwen en in de gebouwen. Dus bijvoorbeeld een binnentuin of een heel groen dakterras kan het worden. Maar het kan ook een groene gevel zijn. Dus dat kan ook weer op verschillende manieren. En zo versterkt eigenlijk dat geheel elkaar. Ja, ja. Stel je vliegt daar dadelijk met een drone overheen, dan zie je meer groen dan alleen maar stenen. Dat denk ik wel, ja. Want je kan natuurlijk ook nog groene daken maken. Die heb ik nog niet genoemd. Ja, en die zie je heel goed met een drone. Ja, ja, ja. Ja, ja. Misschien kun je er wat over vertellen, Huub. Er wordt heel veel gepraat over historie, over het behouden van die hallen. De hal van Wetsila zagen we net al even langskomen in een artist impression. Blijven die hallen allemaal inderdaad zo? En worden die dan omgebouwd naar woningen? Of gaat alles plat en zetten we er iets neer wat op een hal lijkt? Nee, het is eigenlijk het eerste wat je zegt. Dus die hallen en die bedrijfsgebouwen die blijven allemaal bestaan. Maar er worden wel dingen aan toegevoegd. Hè? Dus, want er komen andere functies in. Dus stel dat zo'n hal van Wartsila, dat je daar ook onderwijsfuncties in wil gaan maken. Dat betekent wel dat je dat gaat verbouwen. Maar het hele beeld van wat die hallen en bedrijfsgebouwen gaan zijn, dat blijft bestaan. Maar er komt straks een veel, veel levendigere omgeving, veel bruisendere omgeving. Eén andere aspect wat we daarbij niet genoemd hebben, dat maar wordt echt een icoon. Dus bovenop de Wartsila-hal komt nog een gebouw aan toegevoegd en dat is nieuwe architectuur. Dus dan krijg je echt een soort iconische toevoeging. Ja. Dan heb ik nog een aantal vragen voor de NS. Maar ik denk dat aan één van die vragen jullie ook wel antwoord op kunnen geven. Het was wat onduidelijk waar die fietstunnel nou precies komt. Er werd gezegd in de bocht, maar welke bocht is dat dan? Judith, kun je dat nog even wat nader specificeren? Ja, het is heel moeilijk hè. Nu uitleggen zonder een kaartje. Ja. Maar ik ga het proberen. Dat is het spoor maakt vanaf het zuiden richting het oosten eigenlijk een. De rails maken een bocht. En echt ergens, dat is nog niet exact bepaald, hè, de plek. Maar ergens in die bocht ga je een nieuwe tunnel krijgen. Zodat die eigenlijk het einde van de hal, of het einde, daar zit dan wordt een nieuwe voorkant. Hè, dus het hallencomplex echt verbindt met de Veerallee. Ja, ja. Dus, misschien krijgen we straks nog kant. Een kaartje in beeld waar het kan zijn. Nou, tot zover nog even, want we hebben nog een paar thema's te gaan. Dus ik zou zeggen, Vincent. Ja, we hebben zeker nog een paar thema's te gaan. En we hebben het net al even aangestipt. Groen en duurzaamheid. Daar hebben we een video van. We zijn hier in de hallen van Wartsila. Er zijn in het gebied al heel wat mooie groene plekken, zoals dit watertje. We gaan in het gebied nog veel meer groen toevoegen.
zoals bijvoorbeeld een looproute naar het station. Dat ook om de biodiversiteit te vergroten. Hier staan we alweer op zo'n andere plek met heel veel ruimte. En in de plannen die we nu aan het maken zijn en aan het onderzoeken of het allemaal kan, is ook om hier een spoorpark te maken. Groen, gras, bomen, allerlei andere dingen onder de spoorbrug, zo helemaal die kant op. En de bedoeling is ook dat je helemaal door kunt lopen, het hele gebied langs de spoorbaan. Nou, dat geeft natuurlijk een enorme ruimte en ook wel verwondering, want we kennen het gebied nog helemaal niet, maar het is een enorme ruimte zoals je nu ziet. En in dat groene park kun je natuurlijk van alles doen. Sporten, bewegen, picknicken, noem het allemaal maar op. En dat geeft, zoals we in Zwolle altijd zeggen, heel veel buitengeluk. Gewoon zorgen in de huidige tijd natuurlijk super belangrijk dat je buiten lekker dingen kunt doen. En met heel veel nieuwe woningen die hier dan moeten gaan komen, is het ook belangrijk dat we die buitenruimte hebben. En hier zie je straks een enorm mooie plek ontstaan. Ja, onze excuses. De verkeerde video werd natuurlijk net even ingestart. En ook mijn autocue heeft even het leven gegeven, maar we komen er wel uit. En we zijn weer terug. Yes! Het zag er al indrukwekkend uit in de video. En we gaan nu weer eventjes naar het nu. Judith, het ziet er nu overal in het gebied nog een beetje leeg uit. Veel steen en beton. Hoe ga je dat aanpakken om dat groener te maken? Ja, dat is eigenlijk wat we net... ging die vraag er net ook al over, hè? Dus we gaan een gebied maken wat we echt inrichten voor voetgangers en fietsers. En zodat we ook echt een mooie groene verblijfskwaliteit toe kunnen voegen. En wat wij hebben gedaan, hè, dus hoe we nou zo'n plan maken, is dat we hebben gekeken van hoe kunnen we dit nieuwe groen ook aansluiten op de bestaande structuren in de stad. Dus we gaan een spoorpark maken. Dat is ook die plek waar Peter net stond, maar wat ook... helemaal doorloopt langs het spoor en dan via het Engelse park, Engelse werk weer eindigt bij de IJssel. En aan de andere kant is dat water waar Chantal net stond. Dat heeft nog geen naam, dat water, maar dat hebben we omgedoopt tot de Hanzensingel. En ook dat water willen we veel meer gaan gebruiken. Dus dat omarmt eigenlijk het gebied aan de andere zijde. En dat water willen we dus ook oevers gaan geven die groener zijn, die natuurvriendelijke oevers krijgen. En waar ook wandelroutes langskomen, zodat je dat water ook echt kan gaan beleven in de stad. En op het punt eigenlijk waar dat water nu de Hanzensingel raakt, krijgen we dan een stedelijke wadi, noemen we dat. Dus een soort klein watergangetje over de Hanzelaan. Dus ook de Hanzelaan krijgt een hele andere uitstraling, een heel ander karakter. En dan richting het station. En dan komen eigenlijk die twee structuren, dus dat spoorpark en dat water, samen op dat groenste station van Nederland. En hoe komt dat er dan uit te zien? Nou, ik denk dat we dat het beste kunnen doen aan de hand van de foto. Daar is hij al. Ja. Dit is dus op diezelfde plek als waar Peter net stond in dat filmpje. Dus je zag een hele grote vlakte met een beetje gras en modder eigenlijk. Hè? En dat willen we omtoveren tot een spoorpark. Dus dat willen we heel groen inrichten. En daar willen we ook... die urban sports bijvoorbeeld een skatebaan aan toevoegen. Maar we willen ook dat er in die hallen... ruimte wordt gemaakt voor voorzieningen en voor horeca, zodat je ook daar terrasjes kan krijgen en zodat er aan die kant echt levendige plekken en ontmoetingsplekken ontstaan voor de bewoners van de stad. En we hebben ook nog een ander beeld, denk ik, wat we kunnen laten zien. Precies deze. Dit is een beeld van, of een impressie voor de Lurelui. Dus dat is dat gebied wat wat zuidelijker is, hè, waar nu het Kattengat ook is en die omgeving. En dat wordt een gebied wat meer op wonen ingericht is. En daar willen we ook een heel groen gebied van maken, wat ook nog echt ontwikkeld moet gaan worden in samenspraak met de nieuwe bewoners. Dus we willen dat zij daar ook iets over kunnen vertellen van wat zouden zij daarvoor gebruik willen en hoe zouden ze dat graag willen inrichten. En dat wordt dan eigenlijk meer een ontmoetingsplek voor de nieuwe bewoners van het Lurelui-gebied. Zijn dit ook die appartementen waar we het eerder over hadden? Waar ik ga wonen en Martin ook? Voorbeeld. Het kan hier, maar er zijn een heleboel mogelijkheden waar jullie kunnen gaan wonen. Ja. Waarom komt er eigenlijk zoveel groen daar? Nou, dat groen maken we dus enerzijds om natuurlijk een hele
aantrekkelijke woonomgeving en werkomgeving te maken. Hè. Gewoon een prettig verblijfsklimaat te maken. Maar we voegen daarmee ook meer biodiversiteit aan het gebied toe. Hè. Want op zo'n stenen vlakte waar wordt geparkeerd is weinig biodiversiteit te bekennen. Er zijn weinig flora en fauna. En we kunnen het gebied op die manier ook veel klimaatbestendiger maken. Dus doordat je bijvoorbeeld veel minder verharding maakt, hè, kan er veel meer water worden opgenomen in het gebied. En ook doordat we het gebied zo inrichten voor voetgangers en fietsers, wordt het ook een gebied waarin gestimuleerd wordt om meer te bewegen. Hè, en niet alleen maar in de auto te gaan zitten. Yes, dankjewel Judith. Het gebied waar we nu dus nog vooral beton en steen zien is over een aantal jaar groen. En ook nog eens prettig om te verblijven. Voor jong en oud dus. Het wordt er niet alleen fijner om er te zijn, maar deze groene omgeving draagt ook bij aan onze gezondheid. Naast lekker buiten bewegen is er straks nog meer te beleven in dit deel van de spoorzone. Daarover gaan we het nu hebben. Laten we eerst eens naar een kort filmpje kijken over dit ontwerp. Net zagen jullie de binnenzijde van de grote Wartvillehal. Nu sta ik voor de Rode Hal op het parkeerterrein. Hier komt straks een evenementenplein met horeca en cultuur. Ook komt hier de passerelle, de loopverbinding naar de andere zijde van het station. Dit wordt de place to be waar ook horeca en cultuur samenkomen. Oké, zo te zien wordt het een bruisende plek. Huub, kun je er nou nog wat meer over vertellen? Ja, nou, Chantal had hem een mooie inleiding gegeven. Ja. Nou, we hebben het natuurlijk het woord van stedelijke hotspot gegeven. Dus het is echt wel de bedoeling dat dit hele gebied, en heb ik niet alleen over die werkplaatsen, maar echt over het hele gebied, een bruisende omgeving gaat zijn. Maar wel heel anders dan wat er in de binnenstad zit. Hè. De binnenstad van Zwolle is wat het is. Een fantastische plek om te zijn. Daar moet je dus ook niet gaan kopiëren. Juist door die industriële sfeer gaat het natuurlijk een andere soort plek worden. Wel voor jong en oud. Echt de bedoeling dat iedereen is hier welkom, maar wel met een andere sfeer. Dus dan moet je wat denken aan wat meer alternatieve sfeer, wat innovatiever. Er zijn natuurlijk ook plekken die andere mensen misschien wel kennen. Hè. De nieuwe stad in Amersfoort, ook een industriële omgeving die bij de binnenstad is gevoegd. In Tilburg heb je ook een spoorzone waar zo'n industriële omgeving is omgebouwd tot een innovatieve plek. Ja, dus in een andere sfeer, echt aanvullend aan de binnenstad. Maar wel heel levendig. Een alternatieve sfeer. Hoe moet ik dat concreet nou voor mij zien? Nou ja, je kunt denken ook aan bepaalde horecaconcepten die je dus niet in de binnenstad gaat hebben. We hebben het ook al over cultuur en kunst gehad. Een foodhal hebben we ook al eerder over gehad. Een fantastische plek zou je kunnen maken in zo'n hal. Waar verschillende restaurantjes en verschillende cafés gaan zitten. Dat soort zaken. Als het goed is hebben we daar ook beelden van. Judith, kun jij dat nog toelichten? Ja. Vertel. Ik denk dat dit best wel moeilijk leesbaar is voor mensen misschien thuis. Maar zeker omdat er een luchtfoto doorheen zit, zie ik. Maar en dat zei Huub net ook al een beetje. We willen dus, je hoort ons steeds vertellen, hè, van we willen een groen gebied maken. We willen een stedelijk gebied maken. Dus we gaan ook die hoge dichtheid maken. Dat gaan we combineren. En bijvoorbeeld bij die Rode Hal, dus dat plein. Ja, dit waar Chantal net stond. Dus dit is als je net de passerelle afkomt. Dan wordt daar ook een plein gemaakt waar ook een evenementen moeten komen. Dus bijvoorbeeld culturele evenementen. Dus naast dat groen wat we gaan maken, hè, wordt het ook echt een stedelijke plek met een hoge dichtheid. En waar ook ruimte is voor evenementen en dat soort dingen. Nou had ik ook iets gehoord over dwaalroutes. Ja, we willen die hallen, die spelen eigenlijk een belangrijke rol, hè, in de hele sfeer en de identiteit van het gebied. Maar dat is nu eigenlijk één aan één gesloten bebouwing. Dus het zijn verschillende gebouwen, maar je kan er niet doorheen of tussendoor lopen. En op een aantal cruciale plekken willen we die gebouwen of dat gebouw gaan openen. Zodat er ook echt routes ontstaan door het gebied heen. En dat je van de ene plek naar de andere plek kan. Bijvoorbeeld dat
bij die busbrug, hè, dat spoorpark wat daar komt. En dat je dan door de gebouwen heen dus naar de andere kant weer kan. Dus dat je dan weer aan de voorkant van de hallen uitkomt. En dat dat op verschillende manieren kan. En bijvoorbeeld ook door die Wartsila-hal. Dus dat is die hal die je in het filmpje zag waar Peter stond. Dat je daar ook doorheen kan lopen als bezoeker. En dat die publiek toegankelijk is, zodat je ook vanaf daar, vanaf de ene kant van de hal, weer in dat spoorpark kan komen. En zo krijg je eigenlijk een gebied, net als in de binnenstad hier, waar je ook echt doorheen kan dwalen en doorheen kan lopen. Ja, van de ene naar de andere plek, dat is een mooi bruggetje om te slaan naar het volgende onderwerp, namelijk de mobiliteit in het gebied. Ook daar zijn ideeën over. Laten we naar een filmpje gaan kijken. Ik sta nu op het parkeerterrein bij de oude hallen, bij de portiersloge. Op dit moment is het nog een enorme zee aan auto's. Straks wordt dit een autoluw gebied en wordt er woningen aan het gebied toegevoegd. We kunnen dit gebied autoluw maken omdat het zo dicht ligt bij het station. We willen al zo snel mogelijk het gebied openstellen voor voetgangers en fietsers. Ja, er komt dus veel ruimte voor voetgangers en voor fietsers. Judith, kun je uitleggen hoe we ons straks in dat gebied gaan verplaatsen? Ja. We hebben dat gebied eigenlijk ingericht volgens het stompprincipe. En dat betekent concreet, hè, dan ga ik het weer zeggen, dat het voor voetgangers en fietsers is ingericht. Ja. En daarmee creëer je die grote verblijfskwaliteit. En dat betekent ook dat er in het gebied weinig tot geen autobezit is. Maar dat er alle ruimte is, of dat er wel heel veel deelmobiliteit wordt aangeboden. Dus bijvoorbeeld deelauto's, maar er kunnen ook deelfietsen zijn, deelscooters. Misschien later wel deelsteps. Uiteraard is het gebied bijvoorbeeld wel bereikbaar voor laden en lossen en om te verhuizen, hè, en dat soort dingen. Het moet natuurlijk wel praktisch blijven, maar dat is ook weer, kan je de vergelijking trekken met een echt een centrumgebied, met een binnenstad, waarbij dat eigenlijk op dezelfde manier gaat. Autoluw dus. Waar kunnen mensen hun eigen auto parkeren? Ja. Dus die deelauto's, die mensen die toch wel die eigen auto hebben en ook bezoekers. Dus als je daar woont en er komt iemand op bezoek, die kunnen parkeren in de hubs. En als je goed kijkt op het kaartje zie je een paar icoontjes erop zitten. Dus eigenlijk langs het spoor, bijvoorbeeld in dat Lurelui-gebied, zie je twee keer zo'n icoontje. En dat is een plek waar zo'n hub is. Dus die hubs die zijn echt aan de randen gelegen, zodat verder het hele gebied autoluw kan blijven. En dat je vanuit die hub naar je woning toe kan lopen. En we willen dan in zo'n hub ook de begane grond anders inrichten. Dus dat daar niet ook auto's staan, maar dat je in zo'n hub bijvoorbeeld ook een pakketpunt hebt waar je een pakketje af kan halen. En daar zou ook een sportschool kunnen zitten, zodat het ook echt een ontmoetingsplek wordt voor de buurt. Tof. Ik ben benieuwd of er inmiddels nog wat vragen zijn binnengekomen. Martin. Ja, ik heb eigenlijk nog wel een heel dringende vraag. En Bastiaan die zei het al van ja, ik woon wel graag in de hoogte, maar hoe hoog wordt er eigenlijk geboden? Er wordt zelfs gesproken over net zo hoog als de peperbus. Huub, kun jij daar wat over vertellen? Ja, er zitten natuurlijk variaties in hoogte. We willen natuurlijk veel functies en veel programma daaraan toevoegen. Varieert. Dus als je naar de Lurelui-gebied kijkt, dan heb je het over gemiddeld 5 lagen. Waar je ook variaties in krijgt. 5 bouwlagen heb ik dan over, even 5 woonlagen. Variaties in krijgt tussen de 4 en 7 lagen. Maar ja, je richting het station, dan gaan we daar wel wat meer de hoogte in. Dus de meeste complexen zullen dan richting de 7 lagen gaan. Ook daar weer variatie in tot 9 bouwlagen. Maar echt bij het station, direct pal naast het station, daar komt echt een toren van 23 lagen en dan heb je het over 70 meter hoog. Ja, dan is het dus daadwerkelijk de hoogte van de peperbus. Dan heb ik nog wat vragen voor de NS binnengekregen. Dus misschien dat Chantal nog even aan tafel kan wisselen met Judith. Dan de mensen die willen graag van de NS weten, van worden er nog meer gebouwen gesloopt om woningen te kunnen realiseren? Heel veel gebouwen in dit gebied zijn eigendom van de NS. Gaan jullie daar gebouwen slopen? We hebben al gehoord dat de hallen in ieder geval zoveel mogelijk bestaan of behouden blijven. Maar hoe zit het met die andere gebouwen?
Ja, dus eigenlijk alle gebouwen in het gebied die blijven behouden. Dus ja, sommige zijn een hal en sommige zijn een kantoorgebouw. Dus die hebben nu nog wel verschillende functies. Maar het idee is dat alle gebouwen behouden blijven. Maar dat wat Judith ook zei, of Huub zei dat, dat er wel delen worden gesloopt. Een soort aanbouwen bijvoorbeeld. Monumentale gevels bijvoorbeeld weer naar voren te laten komen. Of om het beter doorwaadbaar te maken. Als je bestaande gebouwen om gaat bouwen naar woningen, daar wordt het gemiddeld genomen, wordt het daar niet goedkoper van? Betekent dat het allemaal hele dure woningen worden? Of moeten er ook gewoon goedkopere woningen in dit gebied komen? Nou, dus in de bestaande gebouwen wordt met name juist het niet-woonprogramma gerealiseerd. Dus in de nieuwbouwblokken, daar komen alle woningen. Dus dat is mede inderdaad ook door die reden. Want als je nu een kantoorgebouw hebt, dan is het heel makkelijk juist om dat gebouw in te zetten voor bijvoorbeeld creatieve bedrijvigheid of ZZP'ers die hier willen gaan werken, die graag onderdeel willen uitmaken van de nieuwe ecosystemen en de crossover functies die we daar gaan krijgen. Dus eigenlijk is er op die manier ook nagedacht om de bestaande gebouwen eigenlijk op die manier in te zetten dat het ook meest circulair is. We willen in dit gebied een heel divers gebied gaan maken. Wonen, werken, recreëren. Wordt er ook nagedacht over het creëren van ateliers in die gebouwen? En wordt er nagedacht over het creëren van speelplekken voor jonge kinderen? Lekker vlakbij papa en mama die aan het werk zijn in een van die creatieve gebouwen. Dat je dan je jonge kinderen mee kunt nemen en daar kunt spelen. Nou, dat zijn allemaal mogelijkheden. Dus de openbare ruimte is sowieso iets waarvan ik denk, want dat is nog heel goed juist om dat ook met de Zwollenaren of mensen die hier aan mee willen denken, om dat samen te gaan bepalen hoe ga je dat inrichten. Dus dat zal ook ruimte daarvoor zijn. En dat is ook mogelijk nu in de plannen. En het andere deel van de vraag ben ik even kwijt. Dat was De ateliers. En de ateliers. Ja, ja. Er is ook rekening gehouden in het programmering dat er ruimte is om atelierwoningen te maken of atelierruimtes. Ja. Wonen en werken combineren op één plek. Ja, zeker. Oké, tot zover die vragen van de kijkers die op dit moment binnengekomen zijn. Maar nou ja, je hoort al, er is heel veel mogelijkheid om je vragen en ideeën te blijven opperen. Dus ook na de uitzending blijf ze voeden, zou ik bijna zeggen. Vincent, we gaan weer terug naar jou. Ja, blijf vooral dus vragen insturen. Hoe gaat het nu verder en wanneer gaan al deze veranderingen beginnen? Ja, een goede vraag. In de eerste plaats gaat deze nota van uitgangspunten die gaat richting het college van burgemeester en wethouders. Die zullen uiteindelijk moeten vaststellen of dit naar de raad kan gaan. Uiteindelijk is de gemeenteraad degene die hierover beslist. Vervolgens zal er ook voor het gebied een bestemmingsplan moeten gaan komen. Dus de nota van uitgangspunten is de onderlegger voor dat bestemmingsplan. Dat zijn een beetje de plannenmakerij. Belangrijk, denk ik, daarnaast is van hoe gaat het verder ontwikkeld worden. Er zijn eigenlijk twee snelheden in die planontwikkeling. De werkplaatsen, een deel van de werkplaatsen, die worden gewoon opengesteld. Er kunnen organisaties in gaan zitten zolang ze binnen het concept passen zoals we dat verteld hebben. Daar kunnen ruimtes in worden genomen door de organisatie, die kunnen dat huren. Dat is een snelheid die eigenlijk al snel kan gaan. Zodra daar ruimte is binnen die werkplaatsen. Het andere deel is echt de nieuwbouw, maar ook de grote Wartsila-hal. Daar wordt een beetje anders mee omgegaan. Dat gaat via aanbesteding richting marktpartijen. Dat worden deelfases, dus deelontwikkelingen die dan uiteindelijk in ontwikkeling gaan komen. Via een aanbesteding. En dat betekent ook dat gefaseerd uiteindelijk in ontwikkeling gaat komen. We verwachten dat alles een beetje volgens de snelheid gaat, dat we vanaf 2024 echt kunnen gaan bouwen. Dus echt een nieuwbouw. Maar dan moet je ook wel denken dat die hele ontwikkeling nog wel jaren gaat duren. We schatten in zo'n 10 jaar voordat dat helemaal afgerond gaat zijn. Dus 2034 of... Zo, dat kan je... Dat klinkt heel futuristisch, moet ik zeggen. Maar ja. Belangrijk is, het werd ook in dat filmpje al gezegd, al heel vroeg, al heel snel gaan de hekken weg.
En is het terrein ook echt toegankelijk voor voetgangers en fietsers. En betekent ook dat je straks misschien evenementen of iets dergelijks kan gaan organiseren. En wat voor evenementen? Waar moet ik dan aan denken? Nou ja, dat gaan wij niet doen. Dus dat is eigenlijk wat dat betreft zijn mensen daarvoor uitgenodigd om zich aan te melden. Maar je kan denken aan een food truck festival of een beachvolleybal of iets dergelijks. Ja. Maar ik geloof dat mensen zich daar ook voor kunnen. Er is een e-mailadres, geloof ik, spoorzone@zwolle.nl, als ik het goed zeg. Ja, nou, helemaal correct. Helemaal goed. Dan daar kunnen mensen zich ook melden voor als ze ideeën hebben daarvoor. Dus als u ideeën ook thuis heeft, stuur ze in. Toch even tot slot, wat nemen jullie mee naar aanleiding van deze uitzending? Nou, ik vond het dat het een hele interessante vragen waren. Ook veel zorgen over behoud van de gebouwen. Belangrijk om dat nog een keer te benadrukken, dat gaat gebeuren. Er werd ook een vraag gesteld over betaalbaarheid van wonen. Misschien hebben we dat nog niet goed toegelicht, dat echt ook de bedoeling is, wat in Zwolle gebruikelijk is, om 30% sociale huur, 40% middenhuur te doen en 30% vrije sector. Ook dat gaat hier gebeuren. Dus dat betekent betaalbaarheid is echt voor ons een heel belangrijk dingetje. Het is echt voor iedereen toegankelijk. Echt voor iedereen toegankelijk. Toch maar even benadrukken dat het een gebied moet zijn wat niet exclusief is, maar dat is een modewoord, maar echt inclusief gaat zijn. Chantal, wat neem jij mee? Wat neem ik mee? Ja, wat ik heel erg graag, eigenlijk niet zozeer iets wat ik meeneem nog, want wat ik heel graag wil zeggen is eigenlijk ook nog van dat ik het wel interessant vind, bijvoorbeeld als iemand een idee heeft die in het gebied iets wil gaan doen. Dan vind ik het wel interessant als mensen ons daarin weten te vinden. Heb je nou nog een vraag of een tip voor de gasten die vandaag in de studio waren? Of wil je nog iets anders meegeven? Laat het weten via de sociale mediakanalen van de Spoorzone. Het kan dus via Twitter, via Facebook en Instagram. Of stuur een mailtje, het werd net al even genoemd, naar spoorzone@zwolle.nl. Hartelijk dank dat jullie er waren. Hartelijk dank ook dat jullie meekeken vanuit huis. Voor het volgende Spoorcafé hopen we eigenlijk dat we rond de zomer weer een rondje Spoorzone kunnen doen. Een echte wandeling in het gebied. Houd vooral de website zwolle.nl/spoorzone in de gaten voor de allerlaatste informatie. Dank jullie wel.